Alexander, hier hadden we toch wat meer van verwacht? Ja, zeker weten. Je weet dat de tegenstander 1-1 staat. En ja, dit was eigenlijk de kans om en het moment om zeg maar punten te pakken. We beginnen goed denk ik aan de wedstrijd. Alleen ja, we geven weer voor rust geven weer een goal tegen. Waardoor je zeg maar, weer met de tegengoal zeg maar, de tweede helft ingaat. En daar baal je natuurlijk van. En dan denk je de tweede helft dat je het nog wel op kan pakken. Maar ja, dat lukt dan niet. Je krijgt zoveel goals tegen. Zo makkelijk eigenlijk. En dan ja, loop je achter de feiten weer aan. Jullie hebben natuurlijk een hoop klappen gehad de laatste tijd. Maar hoe hard kwam deze aan? Ja, deze kwam zeker echt heel erg hard aan. En ja, wat moet ik zeggen? Ze staan 1-1. Je hoopt toch een puntje of 3 punten te halen. En dan lukt het niet. En ja, dan denk je van ja, wat kan je doen? Ja, hoe kijk je nu naar die overige wedstrijden die nog komen gaan? Ja, gewoon ja, proberen punten te pakken, zo goed mogelijk te spelen. En ja, je kan niks verder doen dan het maximale, zeg maar, uithalen. Gewoon 100% geven en gewoon dagelijks op de training, gewoon hard trainen en alles geven. Meer kan je niet doen, denk ik. Is er nog wel geloof dat jullie het kunnen? Geloof, ja. We staan nu wel echt veel punten achter. Ik wil elke wedstrijd gewoon winnen en het maakt mij niet uit of we nou ja, zeg maar, degraderen of niet. We gaan gewoon voor zeg maar, elke wedstrijd in en hopen op een paar puntjes nog te pakken. Dus, Wat heeft de trainer gezegd in de kleedkamer na afloop? Ja, gewoon dat we 2 dagen dus even rust krijgen en donderdag weer gewoon aan de training zeg maar, beginnen en gewoon ja. Elkaar weer op moeten pakken en ja, zorgen dat we zaterdag weer gewoon staan. Meer kan hij ook niet zeggen, denk ik. Succes. Ja, dankjewel.